14e etappe in de Tour de France leidt van Colmar naar Besançon en onderweg komen de renners twee bergjes van de derde categorie tegen. Op papier klinkt dat als een ideale rit voor Skill Shimano. Hoe ziet ploegleider Rudy Kemna dat? Nou ja, als je die in de eerste week zou liggen, dan zeg ik dat ook. Nu wordt het even iets anders, omdat heel veel ploegen geen etappezegers hebben. Die willen allemaal aanvallen. Als het eruit komt dat ook de sprintersploegen nog weer de finale dicht willen rijden, dan zullen we een iets grotere kans hebben om te ontsnappen. Maar wat in deze rit met 32 categorie klimmetjes moet het voor ons mogelijk zijn. Maar dat zullen heel veel ploegen denken. Dus wordt het weer moeilijker om in de goede ontsnapping te zitten. Dan gaan echt heel veel goede renners gaan meedoen. Uiteindelijk zullen we zeker die strijd aangaan. Het wordt niet makkelijk, maar we gaan er wel voor. Skill Shimano is nog altijd met 8 renners in koers na het vroege uitvallen van Piet Rojakkers. Hoe kijkt Kemna op dit moment naar zijn ploeg? Ja, zeker zit er vechtersmentaliteit in. En bij ieder. Niet iedereen is in topvorm. Maar de meeste wel. En zelfs jongens die er bovenuit stijgen. Dat is een goed teken. Daar kunnen wij zo'n tour mee doen. Bergop is dat een beetje, komen we een beetje tekort. Algemeen ben ik zeer tevreden. En natuurlijk zijn er wel dingen wat beter kunnen nog. En daar werken we aan. En het algemeen is gewoon heel goed.